U hoeft nooit meer met oude gegevens over de arbeidsmarkt aan de slag. Met de komst van het digitale arbeidsmarktdashboard verzamelt u de benodigde gegevens online. Daarmee heeft u overal en altijd de meest recente gegevens van uw regio tot uw beschikking. Nou, ik vind het eigenlijk zelfs beter geworden dan dat ik ooit verwacht had. Ik ben ooit in 2006 begonnen met de eerste schets wat je zou willen weten, welke transparantie je zou willen hebben en hoe je zaken aan elkaar zou kunnen koppelen. Maar als ik zie hoe het nu uitgevoerd is en hoe makkelijk dat gaat, ja, dan vind ik het zelfs veel beter dan ik ooit gedacht had. Nou, wat ik belangrijk vind, wij doen ook mee in een aantal van deze trajecten, is dat de vacatures die ons bedrijf heeft voor een groter publiek toegankelijk zijn. Dat wij een breder aanbod krijgen aan kandidaten. Maar ook dat op het moment als kandidaten bij ons werkzaam zijn en na een project, bijvoorbeeld na een einde van het project weer door, moeten naar een andere taak, dat ze via dit dashboard heel snel kunnen vinden waar ze anders nog terecht kunnen. De belangrijke reden waarom die arbeidsmarkt niet zo in beweging komt als men zou hopen, is dat er een mismatch is. Dus er zijn wel vacatures, maar er zijn onvoldoende geschikte mensen voor die vacatures. Ik denk dat dat dashboard gaat helpen om dat gat daartussen te dichten. Vooral door de informatiebronnen te combineren en dat bij elkaar te zetten op een visueel aantrekkelijke manier. Dat is denk ik vooral de meerwaarde. Wij zien dit alleen als een hele positieve ontwikkeling. Dat er vanuit de regio dit initiatief eigenlijk naar voren is gekomen. Vanuit Brabant, vanuit Limburg, misschien volgen nog wel andere provincies. Het is een natuurlijke gang van zaken, waardoor de arbeidsmarkt transparanter wordt. En dat is ons hoofddoel. En dan gaat het niet om instituut X of Y. De uitdaging is eigenlijk de onvoorspelbaarheid, zeg maar. Het gebrek aan informatie die we hebben over wat bedrijven nodig hebben en wat mensen te bieden hebben. We weten in feite heel erg weinig van die arbeidsmarkt. En we kunnen terugkijken, maar het grootste punt is natuurlijk, hoe kunnen we nou beter vooruitkijken, beter anticiperen? Want uiteindelijk, de match die telt. Een goede match betekent winst voor bedrijven, winst voor mensen. Maar daarvoor heb je inzicht nodig, informatie en transparantie. En dat probeert het dashboard nu te verbeteren. Het succes is in de eerste plaats is het natuurlijk gebruikers en feedback. Maar als dit heel goed werkt en als het doet wat het moet doen, dan zouden we uiteindelijk moeten merken dat ook die mismatch in de regio's die dit nu hebben gelanceerd, dat die afneemt. Dus dit moet meehelpen uiteindelijk en dat moeten we terug kunnen zien dat het aantal vacatures stijgt, hopelijk, want het betekent groei. Maar die vacatures worden sneller en beter vervuld en er komen meer mensen die nu langs de kant staan aan het werk. Daar moet het uiteindelijk op afgerekend worden. Dit is de eerste versie van het dashboard. Het wordt uitgebreid, zodat we de komende periode het dashboard kunnen introduceren bij werkgevers en werkzoekenden. Het uiteindelijke doel is dat zowel overheden, het onderwijs, werkgevers, werknemers en werkzoekenden dit dashboard actief kunnen gebruiken.